De klok is mede mogelijk gemaakt door Doornenbal Telecom. Doornenbal voor netwerken, cloud, VoIP en observatie. Goedenavond en welkom bij Hooi Centraal met vanavond voor u Mannen rond het kampvuur. Zwarte dag in Nijverdal, waterwindgebied Dalen en Dalenveen, dansmiddag voor mensen met een beperking, koor Solideo Gloria stopt, Coiffure Award 2017. En aan tafel Wilco Mondeel, voorzitter van de wijkvereniging Wilhelminawijk. En hij komt alles vertellen over de feestweek in verband met het 40-jarig bestaan van deze wijk. En aan de andere kant Hans van Overbeke, voorzitter van het Memory Oorlogs- en Vredesmuseum. En zij zijn genomineerd voor Beste Uitje 2017. Maar eerst, vuur, ontmoeting en vriendschap. Dat zijn de kenmerken van een kampvuuravond. Tijdens deze avonden wordt het vuur in de mannenharten opgestoken. Op verschillende locaties in Nederland wordt een kampvuuravonden georganiseerd. En Hellendoorn is één van deze locaties. Hier komen de mannen 6 keer per jaar samen voor gezelligheid, vuur en inhoud. En tijdens de laatste bijeenkomst werd er gesproken over de moderne slavernij en de mensenhandel, waarbij de organisatie A21 zich inzet. Kennen we dit? Kampvuuravonden? Nee, meneer Van Overbeek misschien? Nee. Schijnt toch al wel een tijdje te lopen in Nijverdal. Ik moet eerlijk zeggen, ik had het ook al niet eerder gehoord. Hoor. Misschien een keer een idee om een van de mannen eens een keer uitnodigen om eens een keer te komen uitleggen wat een kampvuuravond precies is. Interessant. Dat is ook ja, dus gaan we zeker een keer doen. Maar eerst natuurlijk de zwarte dag in Nijverdal. Want op 22 maart 1945 werd Nijverdal getroffen door een zwaar bombardement. En hierbij kwamen 73 mensen om het leven. Ieder jaar op 22 maart herdenkt Nijverdal traditiegetrouw de omgekomen inwoners. Bij de gedenksteen in de binnentuin van het Huis voor Cultuur en Bestuur. Wat is het een mooie avond. Alles is zo rustig om me heen. In de omgeving hoor ik alleen een koe in een stal. Iets verder weg een hondje. En dichterbij wat gepraat. Maar dan opeens dat geronk. De vliegtuigen komen. Nee, de oorlog was nog niet voorbij. Het ergste moest nog komen. Voor ons kwam toen, zo half maart, geen mens had het verwacht. Terwijl de zon hoog aan de hemel stond. De allerzwartste dag. Een huis kon wel weer worden opgebouwd. Maar een mens komt niet terug. In veel gezinnen bleef die vreselijke pijn. Het leven moest weer verder gaan. Er werd weer opgebouwd. Maar diep in het hart werd er nog heel lang gerouwd. Ja, geen enkele periode uit de recente geschiedenis heeft zo'n grote impact gehad op Nederland als de Tweede Wereldoorlog. En nu het aantal getuigen afneemt, zijn we meer afhankelijk geworden van andere bronnen. Zoals boeken, filmpjes, internet en natuurlijk musea's. Meneer Van Overbeek, wat fijn dat u even aan wou schuiven. En hoe toepasselijk is eigenlijk het vorige onderwerp dan eigenlijk wel niet? Hè? Want, sluit naadloos aan. Sluit gewoon heel mooi aan daarbij. Echt een heel zwarte, zware
dag voor Nijverdag, geloof ik, hè? 22 maart. Ja. Ja, u bent natuurlijk jaren zelf daar ook bij betrokken geweest als burgemeester om het te organiseren. Het is nu de laatste jaren in het Binnentuin. Dat was toen ook al, hoor. Ja? Toen het Huis van Cultuur en Bestuur gebouwd werd. Toen is het eigenlijk daar naartoe gegaan, hè? Om daar onder te brengen. Ja, want waar stond de steen eerst, de gedenksteen? Die stond naast de trap van de raadzaal. Oké. Had je zo dat plein en een trap naar boven, een trap naar boven, iets omhoog. En daarnaast stond de steen. Ja. Ja, en toch altijd mooi om te zien dat daar nog heel veel mensen gewoon Ja, ik zie dat alleen maar drukker wordt en dat er ook jongeren bij zijn. Mooi, dat is wel mooi om dat te organiseren, want het aantal ouderen die het bewust hebben meegemaakt neemt af. Het is van horen zeggen. En als je erover nadenkt, is het natuurlijk wel indrukwekkend wat er toen gebeurd is. Hè? Ja. Dat is, ja, zeker. Ik bedoel, 73 mensen, ik geloof 86, mensen, alleen 73 in Nijverdal. Ja. In de gemeente helemaal nog veel Dus je zegt inderdaad goed, je mag die dingen nooit vergeten. En ik heb altijd gedacht, toen het kind was, dat gebeurt niet meer. Hè. We worden verstandig en zo, en verstandige mensen. Ja, ja we ook je lacht dat is, niet, dat is niet waar. Het is eigenlijk aan de orde van de dag. Het lijkt alsof het erger is dan het een aantal jaren geleden was. Ik kan het niet beoordelen, maar dat gevoel heb je soms. Ja, het is een hele andere wereld, hè? Ja. We komen natuurlijk, toen was je toen een hele andere periode. En ja, een oorlog toen is... Ja, en wat museum betreft, dat wil dan ook dat de zaak in herinnering houden. Niet alleen dat er oorlog was, maar vooral de aanleiding tot zo'n oorlog. Dat wat sluipenderwijs in zo'n samenleving binnensloopt toen. Ja. En dan ontaarde tot de Tweede Wereldoorlog. Dus het begin daarvan, de aanleiding daartoe, daar moet je ook bij stilstaan. Ja. En daar geeft het museum ook informatie over. Ja, want we zeiden het net al even kort in het voorgesprekje. Wilco, jij gaf het heel mooi aan. Dat is een hele mooie aanwinst van Nijverdal, zo'n museum. Ja. En want hoe lang is het geleden dat we zijn ontstaan, het museum? 6 jaar. Ja, we zijn heel lang bezig geweest voordat we het zover konden krijgen. Want het is 6 jaar geleden is het begonnen. En toen was er een afspraak met de woningstichting toen die tijd. Kan ik me nog herinneren? Ja, dat we daar tijdelijk zouden mogen zijn. Ja. En tijdelijk, dat moesten we ruim rekenen. Ja. Maar we zijn nu zo blij dat we in de gelegenheid gesteld worden om het pand te kopen. Ja. Maar dat is niet één. Als je het hebt, dan ben je ook eigenaar. Ja. En ook verantwoordelijk. Dus de vraag is ook, voordat we het besluit gaan nemen om te kopen, willen we even kijken wat er allemaal nog moet gebeuren. Even inventariseren. Verduurzamen. Ook wat is daarvoor nodig? Ook de energie vraagt aandacht. Dat is ook een thema natuurlijk, dat je zuinig moet zijn met energie. Dus de vraag is, wat vraagt dat en wat kost dat? En als we die dingen bij elkaar hebben, dus enerzijds de prijs waar we zicht op hebben, maar ook wat er nog moet gebeuren en je telt er bij elkaar op, dan weet je hoe dik je portemonnee moet zijn. Ja. En die is niet dik genoeg, dus wij zullen geld moeten gaan halen links en rechts, bij fondsen en zo. En op het moment dat we daar zicht op hebben, dan kunnen we de knoop doorhakken en zeggen, dan gaan we dat ook kopen. Maar ik neem aan, en daar hebben jullie ook vast naar gekeken, dat verhuizen toch ook een hele opgave is anders. Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Jullie hebben inmiddels natuurlijk in die 6 jaar heel wat moois neergezet. Ja. Met heel veel mooie dingen. Diorama's met de Duitse inval. Wat ik zelf heel erg indrukwekkend vind, moet ik eerlijk zeggen, is toch de bunker. Waar je in zit. Ik weet niet, jij bent er geweest? Ja, ik ben er 2 keer geweest. Ja, en ik moet eerlijk zeggen, ik vond de bunker heel indrukwekkend. Je zit echt in de bunker. Je voelt de aanslag. Nou ja, dat herken ik wel. Maar ik vind ook indrukwekkend die geslachten die genoemd worden tijdens dat kapelletje. Ja. Dat vind ik buitengewoon indrukwekkend. Ja. Om echt even een stil beseffen moment. Wat het heeft betekend voor talloze gezinnen dat hun zonen op het slagveld het leven lieten. Daar zie je ook de jonge mensen, hè? Daar zie je ook de foto's van. Hoe jong iemand een beetje een beeld bij je dan. Ja. De impact daarvan is zo giga. Ja. Dat je soms wel eens boos bent op al die gezaghebbers. Of dictators die zomaar mensen het slagveld opsturen. Ja. Als je dan nu ook kijkt bij de IS en dat ze hoe jong jongens zijn. Wat de dood in een gezin kan betekenen. Ja. En dat gaat maar door. Daar staan we eigenlijk te weinig bij stil. En wat ik ook indrukwekkend vond, ik had een keer een documentairetje geprobeerd te maken over het Holocaust Museum in Berlijn. En toen kwam ik filmbeelden tegen van een Amerikaanse soldaat, die ook tegelijkertijd fotograaf was. En die was bezig geweest in die concentratiekampen. En hij zei, dat was buitengewoon wat we daar zagen, aantroffen. En toen ben ik thuisgekomen. En toen heb ik er lang over zitten nadenken. En toen ben ik tot het besef gekomen, zei hij.
dit kan ons allemaal overkomen. Het is gebeurd en kan weer gebeuren. Dat zit in ons mens zijn. En als je om je heen kijkt vandaag de dag, dan herken je daar wel wat van. Ja. Dus vandaar is het heel belangrijk om een museum te hebben waar je bij die dingen kunt stilstaan. Ja, waar je ook even kunt beseffen wat het is. En, maar ja, wat we ook willen zijn, is een educatiecentrum. Ja. Schoolkinderen komen, om ook met schoolkinderen hierover te spreken. Volgens mij gaat dat heel erg goed. Want, en dat gaat heel erg goed. En dat willen we ook uitbreiden naar voortgezet onderwijs. Dus behalve een museum zouden we ook een soort educatiecentrum willen zijn. Of misschien zelfs wel een gesprekscentrum om met elkaar eens van gedachten te wisselen. Maar volgens mij lukt dat heel erg goed. Want want naast het feit dat het heel indrukwekkend is en heel emotioneel ook inderdaad zo'n museum is, hebben jullie in 2015 toch maar mooi een award binnengehaald voor Museum Ontdekking van het jaar, wat al bijzonder is. En dit jaar zijn jullie gewoon genomineerd voor het beste uitje. Ja, en, ik vind het geweldig in Overijssel, want we zijn natuurlijk niet enig. En dat gebeurt, dus dat vinden wij prachtig. Ja, super. Dat bevestigt ook dat wij in 6 jaar tijd toch onze naam hebben kunnen vestigen. Echt wel. En ook erkend en herkend worden door andere instellingen. We werken nauw samen met het Historisch Centrum Overijssel. Ook een belangrijke partner. Ja, maar je staat gewoon naast grote namen. Ja. Ik bedoel, ik mag niet te veel namen noemen, maar er staan nog hele beste uitjes op. En ook hele uitjes van een hele andere categorie. Nou ja, en dat, ik denk dat jullie dan inderdaad zo, want jullie staan met nummer 2 in de tussenstand. Ja. Dus er kan nog heel veel veranderen. Mensen kunnen nog tot 31 maart stemmen. Ja, dus ja, ik dus zou zeggen, als ik dat zie, dat mensen dat gaan nummer vooral 2 even stemmen. Staan, dat we nummer 1 worden, dat kan. Het zou theoretisch kunnen, maar die kans is wat minder. Nee, 1 staat wel heel erg veel. Ja, maar door een bier. Door een bier Ja, dat is een beetje jammer. Maar desalniettemin, als de mensen ons zouden willen helpen en hun stem zouden willen uitbrengen, dat zou ons geweldig helpen. www.besteuitje.nl. Want ook met nummer 2 zijn wij tevreden. Super. Ik vind het sowieso al super dat jullie genomineerd zijn. Ja. Dus wat dat betreft, van harte gefeliciteerd dank dat je er voor vragen. Dank je dat je ons in de gelegenheid stelt om het even te benoemen. Super. We stemmen met jullie mee en we gaan het gewoon heel goed in de gaten houden. We staan nu op. 2. Ja, maar hoeveel en we gaan stemmen naar hebben we al? 120? Bijna 170. Bijna 200. Bijna 200. Ja. Dus morgen 300? Morgen gaan we gewoon naar de 300. Okay. Nadat ze deze uitzending hebben gezien, kan ik het gewoon niet net, missen. 63% kijkt dus. Okay, ja, nou, dat moet goed komen. Dat komt helemaal dat goed. Verdien, dat we gaan voor het beste uitje gewoon. Goed zo. En als we dat zijn geworden, komen we hier. Dan gaan we hier gewoon de uitreiking doen. Ja. Die staat. Doen we. Dan gaan we nu naar Vitens. Want Vitens wil een nieuw waterwindgebied realiseren. Rond Dalen, Dalenveen en Vromshoop. En gemeente en belanghebbenden kunnen dan hun visie hierover inbrengen. En plaatselijk belang Dalenveen heeft hier al een duidelijke visie over. De gemeente en wij, plaatselijk belang Dalenveen, hebben een zienswijze geschreven. Ieders afzonderlijk. Die moest ingeleverd worden voor 1 maart van dit jaar bij de provincie. Om kenbaar te maken hoe wij tegen het waterwindgebied aankijken. Wij vonden het toch wel belangrijk om een zienswijze te maken. Om voor onszelf ook duidelijk te krijgen van hoe kijken wij daar tegenaan. En wat zullen eventueel de gevolgen van zijn. Dat betekende wel dat er eigenlijk veel gestudeerd moest worden op een groot plan. Want het plan telde 1100 bladzijden en er waren 9 mogelijke waterwindgebieden, waarvan dus dit gebied wat er achter mij te zien is, Dalenveen, maar dat is eigenlijk het watergebied Vriezenveen en het watergebied Daarlen, vallen daaronder. Dus met 2 waterwindgebieden hebben wij te maken en wij wilden toch wel in kaart hebben, ook voor onszelf duidelijk hebben van wat zijn daarvoor gevolgen en wat kunnen we daarvan verwachten en hoe moeten we daar in de toekomst mee omgaan. Vandaar dat wij dus die zienswijze hebben geschreven. Ja. Hoe kan nou de burger aan de grond zien wat setting, wat bedoelen ze daar nou exact mee? Zetting wil eigenlijk zeggen dat dus de bodem hier inzakt. Het terras waar we hier nu op staan heb ik in de afgelopen 27 jaar 3 keer moeten verhogen. Omdat door het inklinken van het veen, oxidatie van het veen, eigenlijk een natuurlijk proces vanzelf de bodem een klein beetje zakt. En onze vrees is dat door het onttrekken van water die inklinking, die zetting van de bodem nog wat sneller zal gaan. Waardoor we misschien straks nog vaker onze tuinen, onze opritten enzovoort moeten ophogen. En daar zijn wel kosten mee gemoeid. En wie gaat dat straks betalen? Moeten wij dat als burgers van Dalenveen zelf doen? Of komt daar een compensatie voor? Dat zijn wel dingen die ons als plaatselijk belang bezighouden.
In hoeverre heeft u nog contact met Vitens op termijn om tot een gezamenlijk goed overleg te komen? Nou, dat is natuurlijk iets voor de toekomst. Wat wij graag willen is natuurlijk dat we samen optrekken. Wij onderkennen natuurlijk dat water erg belangrijk is voor de burger en voor de boer. We hebben het allemaal nodig. Maar het is wel heel erg belangrijk om samen op te trekken. Om vooral ook de gevolgen goed in kaart te brengen. En wat er bijvoorbeeld tegengegaan kan worden door bijvoorbeeld extra inbreng van water via de waterstand toch wat hoger te maken. Door bijvoorbeeld het kanaalwater of het water uit de andere leidingen die hier lopen. Om dat op een hoog peil te houden zou je kunnen voorkomen dat de waterstand misschien te snel zakt. En misschien alleen op een grotere diepte dat daar de gevolgen merkbaar zijn. Maar dat zijn allemaal vragen en we zijn leken. En uit een rapport van 1100 bladzijden moet je dat allemaal wel gaan lezen. Maar het is uiteindelijk toch wel een zorg. En daarom zeggen we ook van, ook hoop dat iedereen open en eerlijk is van wat zijn de gevolgen voor de mensen die in het waterwindgebied wonen. Zowel voor Daarle als voor Daarleveen. Afgelopen zaterdag was een spannende dag voor de leden van de Instuif in het centrum aan de Constantijnstraat in Nijverdal. Samen met een groep uit Zwolle werd er gestreden om mooie medailles en bekers. En wat de Instuif nou is, dat vroegen we even aan de voorzitter. Zeg ik nee, zeg ja ja. En wil ik gaan slapen, wil jij niet graag? En oh, zeg ik stop, ga je toch nog even door? En ik krijg geen gehoor. Gerwin, jij bent voorzitter van de Instuif. Vandaag was er een danswedstrijd hier in het centrum. Een groot feest voor iedereen. Maar wat is nou precies de Instuif? De Instuif is een stichting, een vrijwilligersorganisatie. En wij organiseren activiteiten voor mensen met een beperking. En wat wij aanbieden zijn stijldansen, dus shows, koken en een activiteit op de zaterdagmiddag. En met name voor het koken en het dansen kunnen wij nog heel veel deelnemers gebruiken. Maar moet je dan ook niet al een beetje ritmegevoel of kunnen dansen? Nee, dat is niet nodig. Het dansen, dat leer je. We hebben één keer in de twee weken op vrijdagavond dansles onder leiding van een professionele dansleraar. En daar gaan wij samen met de deelnemers dansen en dan leer je dat vanzelf. En het is ontzettend leuk om te doen. Hoeveel deelnemers had je vandaag bij de danswedstrijd? Ik denk dat wij nu een 14 deelnemers van Nijverdal hadden en ook een 16 tot 20 deelnemers uit Zwolle. En welke dansen zijn er dan? Wat we vandaag hebben gedaan, dat is de Engelse wals, de tango en de quickstep. Dat zijn drie ballroom dansen. En we hebben de Latijns-Amerikaanse cha-cha-cha gedaan. Dat lijkt me heel erg moeilijk. Dat is hartstikke ingewikkeld, maar daar oefenen we ook één keer in de twee weken dus voor. Zodat onze deelnemers dat samen met onze vrijwilligers gewoon een hele leuke dansavond hebben en ondertussen nog leren stijldansen. Het is toch mooi dat dit gewoon in de gemeente Hellendoorn kan. Hè? Ja, ja. Daarom. En hoe bijzonder is dan dat je dan ook nog zoveel vrijwilligers hebt die dit dan organiseren. Hè? Dat klopt. Die heb je wel nodig. Diep respect. Ja, echt wel. Ja, dan nu de Willeminewijk. Wilco, wat fijn dat je even aanschuift. Want, dankjewel. Ja, 40 jaar bestaat de Willeminewijk. Nee, de wijkvereniging bestaat 40 jaar. Ja. Want de Willeminewijk zelf... Is wat ouder. Die staat al wat langer eigenlijk, hè? Of ja. De wijk zelf. Want Nijverdal begon rond 1900. Ik heb heel klein beetje huiswerk proberen te doen. En er was een textielindustrie en ja, de werknemers moesten gehuisvest worden. Ja. En daar was natuurlijk de Jonkgerelaan een mooie plek voor en alles wat daar in de buurt zat. Dat klopt. En, ze zijn begonnen aan de Jonkgerelaan en later is er wat uitgebreid. Ja. Toen was de Willeminewijk dus de eerste uitbreiding van Nijverdal. Ja. Van het dorp Nijverdal. En dat werd gedaan voor de werknemers. Ja, want je had dan de werknemers werden dan in de Willeminewijk gestopt.
En aan de andere kant van de Jongeerlaan werden er wat grotere huizen gestopt. En dat was dan wat meer voor de directeur, zeg maar even. Ja. Wat winkels waren bij jullie? Dat klopt. Ja, dat klopt. Handel, hè? Ja, de handel. Hey, en van eigenlijk de mensen die kijken, met name de oudere mensen die kijken, die denken, Wilhelminawijk, waar zit dat ook alweer? Zit dat nou bij de Koninginnenstraat? Nee, daar zit het absoluut niet. Nee, absoluut niet. Want wat een veel mooiere naam voor die wijk is, is gewoon... Het Rode Dorp. Het Rode Dorp, want dat kent iedereen. Ja. Maar dan kijk ik zo rond, maar heel veel rood zie ik daar op het moment. Nee, maar... niet meer. In het verleden was dat allemaal wel de rode dakpannen, daar is het een klein beetje aan ontleend, de naam. Ja. Maar goed, de wijk is wat groter geworden. Dus, er komen ook andere kleuren dakpannen dan. Precies. Ja. En er wordt wat vernieuwd en wat gerenoveerd en noem maar op. Dus, niet iedereen vindt rode dakpannen mooi. Ook dat. Komen ook er dat. Af en toe ook smart dus, op. Nee, maar van oorsprong is het inderdaad de rode dakpannen. Ja. Die naam zijn ze nooit weer vanaf gekomen. Nee, het is vooral met wat oudere bewoners is het nog steeds. We wonen hier daar. Ja, het Rode Dorp. In het Rode Dorp. En dat kent dat iedereen. Ja. En... Wat mij met name opvalt aan die wijk, en ja, ik woon er natuurlijk zelf en jij natuurlijk ook al, en we zijn allebei toch een beetje opgegroeid. Ja. En wat met name opvalt, met name in dit wijkje, vind ik heel erg dat op het moment dat je daar geboren en getogen bent, je gaat misschien wel even weg, maar eigenlijk komt alles terug. Ja, klopt. Ik heb zelf gehad. Ik heb een jaartje in Grootlochten gewoond, ja. Toen ik met mijn huidige vrouw ging samenwonen. Maar met piepende bandjes weer terug. Ja. Een jaar later. Typisch, hè? Dat mensen gewoon, en dat zie je in... Dat zie je vrouw dat ook? Ja, toch wel, ja. Ja, het is heel typisch. Op het moment dat je een partner hebt die uit het Rode Dorp komt, merk je gewoon dat van... Dat ben je verkocht. Ja. Mensen willen terug. Even van mijn eigen situatie gaan wel, ja. Ik heb toen een huis gekocht op voormalige mortuarium stond. En zo zijn we weer teruggekomen. Waarom kun je dat misschien uitleggen? Want ik ben natuurlijk zelf ook teruggekomen. Ja, het zit een beetje de gezelligheid, misschien kneuterigheid, noem maar op. Of de nabeschap. Super actieve wijkvereniging uiteraard. Dat zit van binnen, denk ik. Ja, en, zit een bepaald gevoel een of andere in die manier, wijk. Ja, op een of andere manier. Het is ook een heel mooi centraal gelegen wijkje, want het zit ook heel mooi aan de rand van het centrum. Ja. Je zit niet in het centrum, maar wel heel dichtbij. Je zit ook aan de rand van het bos, dus... Overal dichtbij. Ja. Sport, zwembad, sportpark, noem maar op. Ja. Dichtbij het centrum. Ja. Alles op loopafstand. Ja. Vroeger dichtbij de kerk. Nog steeds. Nog steeds hoor. Staan steeds, er genoeg hoor. Kerken in de buurt. Geen probleem. Is er een leeg, toch? Ja. En dan heb je dus zo'n Rode Dorp. En dat is dan een bruisende wijk waar jong en oud woont. En op een gegeven moment hebben bewoners dan dat ze denken van we willen hier wat mee. En dan heb je een speeltuinvereniging. Kindervreugd. Ja. En je hebt een paar actieve wijkbewoners. En die hebben, zo is de wijkvereniging ontstaan. Zo die ontstaat hebben dat, een wijkvereniging. In april in 1976 notarieel vast laten leggen. Ja. En zo is de wijkvereniging ontstaan. En ik ben er geboren. Dus de huidige speeltuin, dat heb ik vroeger ook nog gespeeld. Ja. En dan had je nog een speeltuinoppasser, zoals dat dan zo mooi Gertje van Kolk. Ja, dat weet ik nog inderdaad. Die heb ik ook nog meegemaakt. Die vergeet ik van mijn leven niet meer. Nee. Maar goed, en daar luisteren we. Die man, daar luister je gewoon naar. Dat was hem. Ja, dat klopt. Dus, Want het bijzondere bij jullie in de wijk is ook wel een beetje dat de speeltuin echt in de wijk zit. Ja. Gewoon tussen de woningen. Ja. Zet een hekje ook tussen. Daar staat ook het wijkgebouw. Ja. Het Norberstekkie. We zijn dan alleen een hele actieve wijkvereniging. Want dat is de Wilhelminawijk. We hebben toneel, darten, kaarten, pokeren. Noem maar op. Volleyballen. Ja. En nu 40 jaar al een wijkvereniging. Ja goed, jij bent natuurlijk nu de nieuwe voorzitter. Al sinds in... Bijna een jaar. En je dacht van, 40 jaar, dat kan ik niet zomaar voorbij laten gaan. Nee, ik denk, daar spring ik nu in. En dan hebben we in ieder geval volgend jaar een feestje. Kijk, helemaal goed. Nee, maar het was gewoon net zoals altijd, overal zal het zijn, denk ik. Dat er gewoon vraag was naar vrijwilligers. En mensen die in het bestuur worden plaatsnemen. En ik had al met wat mensen gezegd van, ik wil eventueel wat kunnen betekenen voor de wijk. Ja. Nou ja, en vooruit weet, zit je in het bestuur. Op zich heb je natuurlijk wel een beetje al ervaring met een bestuur. Ja, ik heb een ervaring. Maar je hebt natuurlijk je hebt ook een bepaalde fusie hier in Nijverdal. Dus twee voetbalverenigingen geleid. Dus op zich... Nou, geleid. Ik heb het meegemaakt. Like, maar wel heel kort bij. Ja. Dus dit is wel heel wat anders. Hoor. Dus het wel, ja. Maar 40 jaar, wat gaan we doen in die week? Want laten we daar even zo... April. We hebben 25 april een kaartavond. En 26 april, smiddags, een activiteit voor de jeugd. Wordt ook door vrijwilligers georganiseerd. Ook dezelfde vrijwilligers die de Halloween-tocht organiseren. Dus dat moet goed komen, denk ik. Dat is ook iets. Helemaal top. Ja, dat hebben we elk jaar.
En s'avonds is er een grote bingo met wat andere prijzen dan anders. Laat ik het daar maar op houden. Ja. En donderdag doen we niet wat, want dan is Koningsdag. En vrijdagavond hebben we een feestavond met live muziek. Leuk. En zaterdagavond is er een groot dart- en pokertoernooi. Kijk. Dus. Voor ieder wat wil eigenlijk? Ja. Moeten mensen zich hiervoor opgeven? Nee. Je kunt feestavonden sowieso voor alle wijkbewoners. Ja. En er werd wel eens gedacht van, het is alleen maar voor de leden van de wijkvereniging. Dat is absoluut niet zo. Het is voor alle wijkbewoners. Dus we hopen dat iedereen een grote opkomst op de feestavond. Ja, maar je bent ook één wijk. Dus, ja. Ja. Dus, en wie weet, misschien worden mensen ook wel weer lid van de wijk. Dat is wat te hopen. Maar we hebben in ieder geval een nieuwe straat bij de Nassaustraat, nu op het voormalige Verburentrein. Ja, een nieuw pleintje. Ja. Straks komt de Steen van Ommerenstraat weer. Ja. Dus die worden ook onmiddellijk actief betrokken. Dus, leuk. Hopelijk binnengehaald. Wordt vast heel gezellig. Ik heb geen aanvraag gezien voor een dorpsbudget. Klopt dat? Voor een? Dorpsbudget. Nee, dat klopt. Nee. Dat klopt. Een rijke vereniging. Ja. Ja. Ze hebben best geld nodig. Ik moet wel eerlijk zeggen, want ik maak het dan af en toe ook van dichtbij inderdaad mee. Het is wel een wijkvereniging met heel veel vrijwilligers. Want echt elke straat bij jullie heeft een straatvertegenwoordiger. Ja. En dat is echt wel uniek eigenlijk. En ook alle activiteiten die jullie hebben worden volledig door vrijwilligers gedaan. Als je bijvoorbeeld nog een keer met het Halloween verhaal, daar lopen toch bijna 100 kinderen mee. En dan ben je toch echt wel afhankelijk van veel vrijwilligers. Ja, en het wordt elk jaar groter. En alle straten doen mee. En op een gegeven moment, misschien wordt het nog een keer te groot, om zo maar te zeggen. Dat ze een keer stop moeten zeggen, maar... dat wordt wel goed georganiseerd. Ja. En we willen straks met de avondvierdaagse, in samenwerking met Kopie, de Oranjestraat ongeveer een via gladiola-achtig idee aangaan. Hebben we vorig jaar een beetje gehad natuurlijk. Hè? Vorig jaar de eerste probeersel. Ja, en dit jaar hebben jullie gezegd van we gaan meedoen. Ja, die hebben ons benaderd. En dan willen we met een paar vrijwilligers gaan we daarmee aan het werk. Ja, dus, leuk idee. En dan zo hopen dat steeds verder gaat. Mooie plannen, ja. Hoor ik al. Ja. Mooi om daar voorzitter van te zijn, denk ik. Van zeker, zo'n, toch wel een mooie jong en oud wijk. Dat klopt. Ja, dat ook zo even zeggen. Helemaal goed. Ik wens je heel veel succes met je feestweek. Dankjewel. En ik kom zeker. Nou, dus bij deze ben ik al opgegeven. Nou, mooi. Dus dat gaat helemaal goed worden. Ja, dan gaan we nu naar het koor Soli Deo Gloria. En dat is opgericht in 1922. En het gaat nu stoppen. In hun 95ste jaar. Vrijdag 7 april brengen ze voor de allerlaatste keer de Johannes Passion van Johannes Sebastian Bach ten gehore in de Alle Griezen in Ellendoorn. Nico Sas, je bent voorzitter van Soli Deo Gloria. Jullie bestaan 95 jaar en stoppen ermee. Hoe gaan jullie dat doen? We gaan dat doen met een prachtige uitvoering van de Johannes Passion. Henriette den Ouden, jij zingt in het koor al hoe lang? Bijna 31 jaar en met groot plezier. Ik ben in Nijverdal komen wonen en had geen baan meer en geen contacten. En dit was dé ingang om veel mensen te leren kennen. Ik heb er ook geen dagspijs van gehad. Wat ik me afvraag, gisteren was ik even bij de repetitie. Het klonk allemaal zo moeilijk. Hoe gaat dat? Nou, heel veel mensen van ons koor kunnen niet van papier onmiddellijk zingen. Want als je kan piano spelen of een instrument kan bespelen, wil niet zeggen dat je kan zingen zomaar. Dus voor veel mensen van ons is het ijverig studeren altijd. Het is dus een hele grote groep die gaat zingen. En ik ben benieuwd financieel, hoe doen jullie dat? Nou, wij doen dat juist met medewerking van bijvoorbeeld de gemeente, met een subsidie. En heel veel ondernemers en middenstanders in Nijverdal steunen ons, dikwijls en zeker bij dit grote concert. En dat is hartverwarmend. Zonder hen zouden we het niet redden. Dus het leeft enorm toch in deze gemeenschap. Het koor is al 95 jaar en dat stopt ermee. Hoe gaan jullie dat doen? 95 jaar is werkelijk een mijlpaal. Het is een jubileumjaar. En dat gaan we afsluiten met een prachtige 54ste keer de uitvoering van de Johannes Passion. Dat gaat gebeuren in de Olle Griezen in Hellendoorn. En daar zullen maar liefst 70 zangers zullen daar aanwezig zijn. En we zullen daar staan met trots en uiteraard dan met een beetje verdriet en weemoed. Maar desondanks wordt het een prachtig sluitstuk van 95 jaar Soli. En welke datum is het? Dat gaat plaatsvinden op vrijdagavond 7 april, 's avonds om 8 uur. Wie is het langste lid en hoe lang? Het langste lid dat is Marta Niersen, 82 jaar en maar liefst 42 jaar lid van Soli.
95 jaar, hè, zo'n koor. En dan stopt het. Ja. Is toch wel... spijtig. Ja. Precies, ja, spijtig. Ja. Kijk, je kunt er van houden van die muziek. Maar ja, het is toch, ik vind het wel weer een gemis voor Nijverdal. Eigenlijk die mensen, hè, die hun uitje hadden. Ja. En dat kwijt zijn. Maar goed, misschien bij een ander koor. Als ze toch willen blijven zingen. Ja, maar... Er zijn natuurlijk wel een rijke gemeente qua cultuur, hè? Dus wat dat betreft. Jawel, maar het valt dan staat, ja, 95 jaar, dat is eeuwig zonde. Ja, eigenlijk wel een beetje, maar ja. Toch weer, kom je weer op vrijwilligers. Ja. Gebrek. Ja. Ja, wat dat betreft, er is geen vereniging die zonder vrijwilligers kan. Dat klopt. Dat komt echt overal, bij de sport, bij de cultuur. Dat hou je overal, dus goed. Dan iets heel anders, namelijk de Coiffure Award. Kennen jullie dat toevallig? De wat? De Coiffure Award. Ja, het zal met de kapper te maken hebben, denk ik. Helemaal gezorgd, hoor. Echt. De coiffure... Dus dat weten wij niet. Nee, nou, de Coiffure Award, is een haarmode fotografiewedstrijd. Dat is een heel lang woord. En daarin strijden de beste kappers van Nederland om deze felbegeerde award. En oud-Nijverdaler Wouter Nekkers, die is dit jaar voor het vierde jaar op rij daar alweer voor genomineerd. En vorig jaar kwam de postbode nog fietsend zijn salon binnen om de brief te overhandigen dat hij erbij zat. En... ja, wij waren heel benieuwd hoe dat nou vanmiddag ging. Want vanmiddag kreeg hij... Ik kan het hem wel even vragen, maar we gaan even kijken hoe dat nou vanmiddag ging. Ja. Ja, ze kwam wel binnen, gefietst, maar ze had geen post. Geen post bij ze? Nee, dit keer niet. En toen? Dus wat dacht je? Daar gaat mijn nominatie. Ja, dus wij wisten niks. Dus landelijk geen post, gelukkig. En dus we hebben het via de mail dit jaar gekregen. Maar waarom gelukkig geen post? Vind je dat zo eng moment? Nee, maar niet dat ik de enigste was. Oké. Dat wel het landelijke... Helemaal niemand? Nee, precies. Heb je enig idee waarom het daar misging met post? Nee, dat heb ik nog niet verder gehoord. Maar goed, nu via de mail. Ja, en toen had ik de gelukkige brief. Kijk. Dus, en daar stond in? Genomineerd. Weer genomineerd. Voor de vierde keer, hè? Ja. 4 jaar achter elkaar doe je al mee. Yes. Op 4 keer genomineerd. Ja. Is toch wel een hele prestatie, Wouter. En ik weet dat je dat van jezelf... niet snel zult toegeven. Nee. Maar je hoort gewoon nu dan toch wel echt wel bij een top. Nou ja, we doen ons best. We doen ons best die net. En wat was dit jaar jouw inspiratie voor de foto's? Mijn inspiratie was echt krachtige dames. Ja. En dat zie je dus ook terug in mijn verwerkte harnas van vroeger. Dus echt de riddertijd, zeg maar. Dus echt Warriors, zo ik het noem, de serie. Dus ja, dat was echt wel mijn inspiratie. Ja, nou viel mij op dat vorig jaar hadden we ook blond... Ja, weer. Ja, ik hou van steriel en ik hou van eenheid en ik hou van echt haar. Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, qua kleur was het dan misschien wel een eenheid. Qua haar stijlen was het wel anders. Ja, wel veel structuur, verschillende structuren, maar wel stijlen. Is het lang zo'n dag, wat je doet? Ja, dat is heel lang. Neem eens mee zo'n dag. 'S ochtends 8:30 beginnen we en 's avonds 7:00, 9:00 zijn we klaar ongeveer. Ja. Ja, en Wouter van harte gefeliciteerd natuurlijk, hè, bij deze. En Wouter is mijn vaste kapper en visagie hier bij Hoy. Dus vandaar dat we hem eventjes snel even in de uitzending aan. Wouter, we doen daarmee met je mee. Ja, tot slot krijgt u dan nog een paar tips uit de culturele agenda. Tot donderdag 6 april zijn er in het hal van het Huis van Cultuur en Bestuur 40 kunstwerken te zien van 11 amateurkunstenaars. Die allemaal een binding hebben met de gemeente Hellendoorn. De kunstwerken zijn verkozen door de bezoekers van de expositie Eigen Oogst van afgelopen november in de Smitsen. De expositie Eigen Oogst uitgelicht is geopend tijdens de openingsuren van het raadhuis. En is natuurlijk gratis toegankelijk. Ja, en dan zaterdag 25 maart is het centrum van Nijverdal weer het domein van dressmen en mannequins. Tijdens wervelende modeshows zullen de nieuwste lente- en zomertrends weer aan u gepresenteerd worden. Daarnaast kunt u genieten van spectaculaire dansoptredens en voor de kids is er natuurlijk een springkussen. De shows zijn om 2:30, 3:30 en 4:30 en ze zijn op het Henry de Namplein. Ja, dan de broers Bertus en Wim van der Merwe, die organiseren vrijdag 31 maart voor de 12e keer Brommerskikken. En bij Brommerskikken kun je naast het gebruikelijke gezelligheid en brommers van toen ook weer genieten van een aantal bands van toen. En deze editie staat niemand minder dan de Marmalades op het programma, de Blue Babettes, Tony Macaroni en de Swinging Devils. RTV Oost zal de afterparty verzorgen met toppers van toen. En de zaal in Rijzen is open vanaf 8:00 en de aanvang is 8:45. Kaarten kosten €10 in de voorverkoop en u kunt ze kopen bij de VVV Nijverdal en bij de Primera winkels. Ja, en hierbij zijn we dan alweer aan het einde gekomen van deze uitzending. Nu volgt een uitzending van De Wellen in Beeld. En meer informatie en nieuws over Hoy TV of Hoy FM vindt u op onze website hoymedia.com of facebook.com/hoycentraal. Deze uitzending wordt het gehele weekend herhaald op de oneven uren. En verder kunt u deze en andere uitzendingen van Hoy TV altijd terugkijken via de website.
Vergeet u niet de komend weekend de tijd te gaan verzetten. We gaan naar het voorjaar, dus de klok gaat een uurtje vooruit. Ik bedank mijn gasten in de studio voor hun komst. En heel veel succes met alles natuurlijk. En u thuis natuurlijk ook bedankt voor het kijken. En ik zou zeggen, graag tot volgende week bij weer een nieuwe Hoi Centraal.